Deze week zijn we in Obdam, een dorpje schuin boven Alkmaar en daar woont Tineke Teunen. Zij is zonder twijfel de vrolijkste AZ-fan die er is en maar wat trots op haar clubpie. Ja, je houdt gewoon van die club en het is gewoon je familie wordt het. Hè? Je hebt gewoon een AZ-familie op de tribune en zo en de mensen waar je bij zit. Maar u staat zelfs tussen fanatieke fans op de bandsite. Ja, dat vind ik het gezelligste. Ik zat eerst vak Q en toen ben ik verhuisd naar de bandsite. Ja, dat gaat altijd prima. Ik voel me daar helemaal thuis tussen de jongens. En er wordt gezongen en daar vind ik gewoon het gezelligste vak. Tineke heeft allerlei AZ-spulletjes in huis. Maar eentje is er heel bijzonder en die ligt hier op dit rekje in de gang. Dit is de handschoen van Marco Pisot. Hij ligt altijd gewoon bij mij in het handschoenrekje. Dit is de handschoen die hij heeft gedragen de eerste keer dat hij mocht meetrainen met het Nederlands elftal. Hij is heel hartelijk altijd voor de supporters. Hij is gewoon en maakt altijd even een praatje, ook voor de wedstrijd. Mazraoui. Zo, wat een uithaal was dat. Die bal leek echt onderweg naar de rechterbovenhoek. Maar Bizot pakt alles. Een heleboel vrienden van mijn zoons die hier keepen. En iedereen moet hem even aan en die voelen. En die kijken dan, je hebt vingers, weet je wel, die hebben dan extra beveiliging. Vingersafe, ja. Ja, of die zijn verhard en de maat moet ze even. Dus iedereen, hij ligt gewoon en hij wordt ook als gebruiksvoorwerp. Want iedereen doet hem even aan en zo. Dus dat is wel heel grappig. En ja, ik denk, ik kan hem wel in de kast leggen, maar ja, hij ligt lekker tussen de andere handschoenen. En zo ziet iedereen hem ook.